Als muzikaal brein ben jij na Twee Belgen ook een heel andere weg ingeslagen. Want je bent dan in een Spaans cultureel centrum terechtgekomen en je begint dan flamenco te zelf, ja, dus alles hangt samen, zoals ik daar juist zei, met het ineenstorten van het gewone circuit dat je ging gaan optreden met een optreden Twee Belgen. Dat waren drie camions. Hè. Dat was camion licht, camion geluid en dan nog camion met eigen instrumenten in. Dat is allemaal zeer goed, zolang dat je zalen 400-500 man hebben. Maar een keer dat je daar zegt van, het zit maar 30 mannen meer, beginnen daar een beetje, zeg je liever iets kleiner terug. En dan is in alles, het leven is toeval. Je bent wel aan het zoeken van, hoe kan ik dat nu oplossen? En kom inderdaad in een Spaanse club terecht. En er zit daar een zigeuner, gewoon gitaar te spelen aan een tafeltje. Hij zong er niet bij, maar... En dat heeft gelijk een vlieg mij gestoken. Van, tja, zo kan het ook. Echt weer simpel. Zoals ik weer mijn klein gitaartje in mijn hand. En gewoon aan tafel zingen. Maar dan dacht ik van, tja, die taal gaat er toch bij moeten. Dus ik vond dat ik op dat systeem kon het niet in het Engels werken. En dan heb ik beginnen studeren natuurlijk. Dan was het Spaans moest erdoor. Ja, Esta Loco is daar een gevolg van. Een gevolg van en dan link ik dat meteen, denk ik, een beetje aan die laatste plaat die je meegebracht hebt. Ja, de laatste plaat is inderdaad, ik denk dat ik misschien een van de enigste ben van de top 2000 die voor die plaat zou gekozen hebben. Op nummer 1, dat kan zijn. Maar ook al, het komt voor mij ook vanuit een zeer onverwachte hoek. Hè. Jeannette, Por qué te vas, was het thema van de film van Carlos Saura. Ik ben er denk ik 4 keer naartoe geweest om dat liedje te kunnen vangen. Dat was voor internet natuurlijk en zo. Mijn cassette recorder in de cinema. En dat zitten vangen. Ik had ticketje, hoeveel kostte dat? €40 misschien, ja. Cassette ging niet. Kapot cassette, ja. Terug naar de cinema. Dus ben ze ook 4 keer opnieuw moeten gaan, geloof ik. Om dat liedje te vangen eigenlijk uit die film. En dat is een fantastisch filmpje. Dat gaat eigenlijk over een typische cliché grootmoeder. Die met haar kleinkind woont en die loopt er zo, die heeft overal zeer en hebben schouder, dus zeer en vandaag is daar een ellebogen en dat en dat. En ze loopt zo, wat loop ik hier nog te doen? Dansen met mijn zeer, ik kom en al. En die dochter die gaat haar helpen en die begint ze cocktails te maken met wat rattenvergift met azijnen. En die zegt, ik ga mijn grootmoeder helpen. Por qué te vas?